Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video, want ik moet hier wat uitleggen in deze video, dus dat gaat ook gebeuren. Ik ben weer terug van niks uploaden shit, maar daar heb ik een goede reden voor, maar daar wil ik even niet over hebben op dit moment. Bedankt voor bijna 200 weergaven, dat is best wel fucking ziek jongens, want de laatste keer dat we zoiets hebben gehaald is met de special van Slender, dat is 6 maanden geleden, en daarvoor ook zo'n gaming setup, dat was, wat? Oh nee, laat maar, het is maar 2 weergaven. Maar in ieder geval heel erg bedankt, want jullie hebben lang niet zo'n video gekeken. En ik vind het best wel vet dat jullie zo'n support hadden gegeven. Ook een nieuwe abonneer erbij gekregen, zo'n wel aardige mensen. En ik had laatst eens gekeken naar de abonnees die ik had, hè, hier. Dus ik klikte erop en keek alle hun kanalen. En iedereen was Nederlands, dus volgens mij, als het goed is, geen sub voor subber. En als je niet weet wat een sub voor subber is, is iemand die zo zegt van... jij abonneert op mij, ik abonneer op... jou, je het wel, zodat jij meer abonnees hebt, zodat het lijkt alsof je beter bent of dat soort dingen voor andere mensen. Maar nee, ik doe gewoon even alles eerlijk, dus ik vind het wel vet dat ik dan 57 mensen, zeg maar, heb die gewoon mijn video's kijken. Dat is best wel vet, maar niet terug van waarom ik even 2 weken niks heb geüpload. Afgelopen week had ik het super druk. Of ja, niet heel erg super druk, maar gewoon een paar zo'n proefwerken, omdat ik aanstaande week mijn vakantie heb, 2 weken mijn vakantie namelijk. Dus... dat dingen in video's maken. En ik had geen nieuwe video gemaakt dat Sony Vegas. Volgens mij heb ik dat uitgelegd. Of heel even uitgelegd bij mijn gaming setup video. Van tegen iemand van met Adobe Premiere of zo. Maar ik had een probleem met Sony Vegas 12. Dat was iets van waarmee ik League of Legends importeerde. En toen was het beeld geel en zwart. Echt super raar. Ik kan het je niet laten zien. Want als ik dat kan laten zien, dan zou het. Ja, dan moet ik het via mijn Windows doen. Maar. Perhaps is ook niet bepaald de beste ding is voor mij. Want ik moet het dan een beetje allemaal uitzoeken. Dus ik ging laatst aan mijn vader. Mijn vader is ook eigen videomaker. En hij doet het allemaal met Adobe Premiere, Adobe Photoshop. Je hebt al gebruikt alles van Adobe. Dus ik vroeg hem of hij misschien van Adobe een paar dingen op mijn PC wil zetten. Dus er is nog steeds van komen. Dus het zal waarschijnlijk dit weekend gebeuren. En ja, dan heb ik waarschijnlijk dit weekend Adobe. Ga ik het even uitproberen. Misschien voor 3 dagen. Dus... onder 3 dagen heb ik onder de knieën. Dan ga ik wat nieuwe compilaties maken voor League of Legends, dat soort dingen. En ik heb ook problemen met livestreamen. Even kijken, Open Broadcaster. Hè? Ik weet niet of jullie kennen, Open Broadcaster software. En dat doe je met DX Story. En daar heb ik een probleem mee. Moet ik nog een beetje YouTube films kijken. Een beetje uitzoeken hoe ik dat kan fixen. Maar ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat ik jullie allemaal laatst ben. Ah. Spraakgebruikrol! Nee, ik hoop dat jullie... Godverdomme, heb ik het weer. Ik hoop dat ik jullie allemaal later zie. En nog een fijne vakantie. En ja, nog een fijne vrijdag of donderdag. Ik weet niet, deze video upload. Ik denk donderdag. Dus ja, doei.